You lead, I'll follow. Doe maar, ja. Oh, mooi, hier. Oh ja. Dus hier zou die Elder Scroll moeten liggen. Ah, ik hoop het. Tijd om een Elder Scroll te vinden. Wat is hier gebeurd? Where is it? I know you were trying to keep it for yourself, Cesar. You always try to keep it for yourself. No, there's got to be more school. Shut up! Shut up! Don't lie to me, Cesar. You hid it. You always try to steal it from me. Probably an Elder Scroll. Ik weet het gewoon zeker, maar we moeten hem nu direct vinden. Oké, mooi, het zit aan het achter me. Dwarven spider? Chest. Yay. Let's warm in oil. Okay, kunnen we hier alleen maar heen. Hier doen we. Ik had het kunnen weten. What? Who is this, brother? Another of the smooth skins looking for food? But this one wasn't trapped with us. You picked a bad time to get lost, friend. Alles wat ik wil hebben.
Oké. Okay. Nou, dat is heel fijn. Die wil ik meenemen. Die. Waar is die andere? Is hier? Ja, wil ik die meenemen. Even voor één uurtje wachten. Right. Sorry, Catherine. Hier hebben we een deur en hier hebben we... Oké, mooi. Gelukkig ben ik altijd prepared of dat een lockpicks. Behalve toen die ene keer in de buurt van aflevering 20. Dat ik die ene chest moest openmaken. Die master deur. En dat ik te weinig lockpicks voor nodig had. En dat dat snelle ontsnappingsmanier was. En dat het dus niet lukte, dus dat ik te lange moest hebben. Te lange moest gaan gebruiken uiteindelijk. Dacht ik al. Nou, we gaan hier naartoe. Hier. Overal kom die pipes nog gewoon. Oh shit, dan ben ik hier beneden weer. Ah shit, dat kan ik weer helemaal naar boven. My best. Maar we moeten die Elder Scroll echt vinden. Wauw. Nice. Oh, ik zag hem niet meer voor de rest. Ook niet. Ze moeten er alsnog naar boven. Oh. Nog net. Waar ben ik er niet op gestaan? Oké. Hier is niks voor de rest.
unlocked door, apprentice. Wow. Hallo, dwarf, pal. Sfeer. Ik hoop dat je hier een leuke tijd hebt. Ah, chest in elk geval. En dat toch maar een dagger, dus je kan ik altijd wel meenemen. Misschien dat die enchantment. Misschien dat ik die nog nodig heb. Oh, hallo. Right. Und das war gerade die Sache. Catherine, nee. Oké, jij bent hier nu. Verwacht op Catherine. Ik heb misschien thuis nog wel iets. Een uurtje wachten. En je hebt er autosaving. En Catherine staat er naast me. Ze heeft zeker weten heel erg geholpen. Op een off-tent Animona Calori DS. Shit, weet ik veel wat eigenlijk. Alright. We hebben nog maar een stuk of 25 minuten. Oké, dan ga ik gewoon doorlopen door deze deur. Trek wat spreuken erbij. Oh, hallo. Ik heb zeker wel een reden om spreuken erbij te halen. Oh. Hier omheen, spreuken erbij. Ja, goed gedaan. Zucht. Ik zie ze echt nooit. Die ding is echt zo verdomd klein. Oké, kom maar. Catherine. Verder. Oké, nice. Oké, ik kan nog niet meer saven.
Deze keer zag ik hem gewoon al direct. Oké, mooi. We kunnen ook direct saven. Oké, ik wil hier echt niet naar beneden vallen. What you want, huh? I'm not door, apprentice. Wow. Het is omdat ik je zag. Weet je wat? Heel simpel. Dat ik niet weet dat ik anders mee moet doen, als een Kefren. Ook al helemaal out of inventory spaces. En dit is een expert slot. Trouwens. Maar ik denk dat ik zodra ik dit slot gekraakt heb, dat we dan afsluiten. Oh. Nice. Oh, skeleton. Oh, skelet. Oké. Okay. Catherine, best succes. Welkom bij een master slot. Maakt niet uit of ik nou al mijn lockpicks hieraan verlies. Zo fucking dichtbij was dat gewoon. Shitzooi. Nee. Crap, ik blijf ook echt gewoon doorgaan als ik zie dat hij net vast komt. We hebben hem. En we hebben maar iets van 10 lockpicks gebruikt. Holy fucking crap. Die nemen we mee. Die twee nemen we mee. En die ook gewoon. Dat is een boek voor lockpicking. Nice. Ik ben echt blij erdoor. Maar ik weet niet, moet ze daar naar beneden of zo? Maar goed, beste kijkers, ik bedank jullie voor het kijken. Dit was Drew Willerton in The Elder Scrolls V Skyrim. Holy crap, het was awesome. We hebben echt heel veel gedaan deze keer. We hebben zo ontzettend veel gevonden. Nog maar 2 gozertjes voor die mod. En dan ja, krijgen we de volgende opdracht van die mod. We zijn heel erg goed op weg nu met het vinden van een Elder Scroll. Wat ik ook echt wel fucking awesome vind. We zijn heel erg ver doorgedrongen in de ruïnes. We hebben een paar quests gedaan. Ik vind het gewoon super awesome. Maar goed, beste kijkers, heel simpel. Tot de volgende keer!